Let je wel eens op de mest van je paard? Als je zelf de wei of de box van je paard uitmest, dan zijn je waarschijnlijk wel wat dingen opgevallen. Maar waar moet je nu alert op zijn? Wanneer is het tijd voor actie? Omdat er misschien iets aan de hand is. In deze video ga ik je meer vertellen over de verschillende verschijningsvormen van mest en hoe het daarmee zit. Ik ben Ingrid Lange, ik ben Healing Touch for Animals Practitioner. Ik help dieren en mensen te ontspannen door middel van Healing Touch technieken om op die manier het zelfhelend vermogen te stimuleren. En daarnaast werk ik samen met De Groene Os aan marketingprojecten en deze video is een co-productie. Wil je nou geen video meer missen, dan kun je hieronder abonneren op dit kanaal. Weet je, paarden mesten vooral veel. Als je zelf wel eens de wei of de box van je paard hebt uitgemest, ja, dan kan je dat niet zijn ontgaan. Maar wat ook opvalt, de mest van de paarden verschilt nogal van het ene paard tot het andere. Zo hebben wij hier op stal 3 paarden. En Zircoon, die maakt mooie ronde mestballen die netjes tegen de muur aandrapeert. Dus dat is makkelijk uitmesten. Mijn eigen paard, Amorin, die maakt van kleine keuteltjes die hij door zijn hele box heen verspreidt. En die door de vogels helemaal uit elkaar worden gepikt. Waarschijnlijk omdat er granen achterblijven. Want ja, zijn gebied is niet meer zo goed. Maar ja, daar moet je dus niet te lang mee wachten met die box uitmesten. Want anders kan je de krummels bij elkaar harken. En Opaal, het derde paard, die maakt grote oppers. Maar zijn mest verschilt nog wel eens. De ene dag zijn het grote stevige ballen, maar de andere dag kan het ook maar zo een kledder zijn. Dus zijn darmen werken heel anders. Nou, en wanneer is het nou niet oké en moet je je zorgen gaan maken? Nou, weet je, waterdunne mest, echte diarree, dat is altijd de reden om direct de dierenarts te bellen. Dat is niet oké. Dat is een alarmsignaal. Vestgas in het voorjaar levert vaak grote groene flatsen op als mest. En daaraan kun je zien dat de verandering van ruwvoer, van hooi naar gras, ja, dat grote veranderingen in de darm teweeg brengt. Dat is ook de reden dat je dat vaak met kleine stapjes doet. Dat je ze met een uur per dag het gras op laat gaan en niet in één keer 24/7. Maar ook stress. Als je wel eens onder een tunneltje door bent gereden of over een viaduct en er komen vaker paarden langs, dan is je misschien opgevallen dat daar vaak heel veel mest ligt. En dat heeft ermee te maken dat een spannende plek is voor paarden. En dat ze dan eigenlijk hun darmen legen. Want ja, met lege darmen ren je nou eenmaal harder. In de beginjaren met mijn paard gingen we regelmatig naar het strand. En als we dan terugkwamen, dan zaten ze achterbenen helemaal onder de mest. We waren helemaal smerig. We hadden het duidelijk heel spannend gevonden, want we moesten ook een heel stuk langs de weg. Maar ja, thuis had hij altijd gewone mest. Dus ja, ik heb me daar verder nooit druk over gemaakt. Wanneer er water meekomt met de mest van je paard, noemen we dat mestwater. Eigenlijk is het geen water, het zijn spijsverteringssappen. En het is toch wel verstandig om daar wat nader onderzoek naar te doen, want het kan te maken hebben met slechte darmgezondheid, met gewichtsproblemen, met eventueel een worminfectie, tekorten in de voeding. Dus ja, dan is het goed om dat uit te zoeken. Het kan ook te maken hebben met stress en ja, soms kom je er gewoon helemaal niet achter. Ben jij nu benieuwd in welke categorie de mest van jouw paard valt? We hebben een mestkaart ontwikkeld. Ik zal hem goed in beeld houden. En die kan je met je order gratis meebestellen. En wil je nu sparren over de spijsvertering of de darmgezondheid van je paard? Neem dan contact op met een van onze natuurgeneeskundige therapeuten of dierenartsen. De link voor dat contact zie je nu in beeld. En is jouw paard een beetje een stresskip en kan hij wel wat ontspanning gebruiken? En ja, dat is ook goed voor zijn darmen, zijn maag en zijn mest, dan kan een Healing Touch behandeling hem daar goed bij helpen. En de link naar mijn praktijk, die zie je nu in beeld.
Vond je dit een leuke video? Geef hieronder dan even een duimpje. Dankjewel en graag tot de volgende video.